Wat leuk! Wat een gezelligheid. Wat een eer! Ja. Nou, ik vind dit ook een eer hoor. Ja. En ik ben ook wel heel benieuwd naar jouw antwoorden. Wat voor mij vrijheid betekent? Ja. Nou, in de eerste plaats de vrijheid dat we hier zitten. Ik bedoel, hoe dan? Kijk om je heen. Ja, weet je, de vrijheid om... voor mij gewoon om te mogen zijn wie je bent. En dat vind ik aan Amsterdam heel mooi. En ik woon er inmiddels al 30 jaar. Ik kom er niet vandaan. Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Nijmegen. En vrijheid voelt hier toch ook iets anders. Maar dat komt denk ik ook wel omdat ik inmiddels wat ouder ben dan toen. Nou ja, vrij zijn om te zijn wie je bent. Om te mogen zijn wie je bent. Dat is denk ik een heel groot goed. Ja. En te denken wat je wil denken. En te zeggen wat je wil zeggen. Dat eigenlijk. En voor jou? Ik vind het ook wel cliché. Want ik denk dat iedereen dat ook... Althans, ik hoop dat iedereen dat ook gewoon zo voelt. Ja. Maar ik vind ook gewoon lekker kunnen zijn wie je bent. En kunnen doen wat je doet. Precies. En in dit pak natuurlijk wel... dat je dat iedereen gunt wel binnen de richtlijnen natuurlijk van de wet. Maar gewoon... Ik heb wel het gevoel dat ik vrij kan zijn. Maar als je om je heen kijkt, zie je inderdaad toch nog wel heel veel mensen die... een van mijn buren die komt gewoon uit een oorlogsgebied vandaan. Ja. En als je dan die verhalen hoort, dan denk je wel, jeetje man. Ja. Ja, ik kan, dat vind ik ook. Ik vind het heel lastig. Je kan het je niet voorstellen, denk ik. Ik vind het heel lastig om in te Ik ook, want daarin. Ik denk dat wij zo rijk zijn daarmee. Dat we gewoon... Dat we, twee jaar geleden inmiddels alweer maar één weekje helaas op Lesbos geweest. En ik zeg helaas omdat ik eigenlijk gewoon veel langer had willen blijven om te helpen. En dat heeft me zo aan het denken doen zitten. En zo en ook over vrijheid en over het geluk. En wij hoeven niet... bang te zijn voor een toekomst. We hoeven niet alleen aan... Ja, ik weet niet. Ik vond het heel heftig. De mensen die daar komen zonder enig uitzicht op wat dan ook. Laat staan vrijheid. Want het was geen vrijheid. Je komt aan en je wordt in een kamp wat geen kamp is. Dus daar worden al je vrijheden afgenomen. En dat vond ik heel bewonderenswaardig hoe die mensen daarmee omgingen. Ja? En ik vraag me af, als ons dat ooit zou gaan gebeuren, en dat hoop ik echt niet, hoe wij dan... Wat je dan doet. Voelt het voor jou ook soms gewoon alsof het, en het mag nooit vanzelfsprekend worden, maar alsof het gewoon vanzelfsprekend is dat we het kunnen... Ja, ik denk bij heel veel mensen wel. Dat vind ik heel jammer. Ja. Ik vind het heel goed om er af en toe over na te denken. Ja. Heel goed om vanavond om 8:00 twee minuten stil te zijn en daarover na te denken. Ja. Ik hoor je ook net zeggen van, ik merk naarmate ik ouder word. Ja. En dan denk ik, ik heb dat ook, dat je nu ga je veel meer nadenken over dat soort dingen. Ja. Van, joh, weet je, het is niet zo vanzelfsprekend dat we daar met z'n allen kunnen staan. En totaal niet, maar je bent ook helemaal niet, ja, nee, dat precies, is, totaal niet. Nee. Nee. Nee, dat is echt wel meer dingen meemaken. Het is toch echt een verschil dan toen ik 20 was en dan wat ik nu ben. Ja. Apart ook wel eigenlijk, hè? Dat leeftijd dat met je... Ik vind het ook wel heftig te merken na 30 jaar Amsterdam dat sommige dingen bijna weer teruggaan in de tijd. En daar bedoel ik mee met bepaalde angsten die mensen in één keer hebben... angst voor het vreemde, angst voor mensen die anders zijn, angst voor, ik weet niet, een beetje, ja, dat zul jij misschien meer ervaring hebben vanuit je vak. Maar wat merk jij van 30 jaar terug, zeg maar dan? Nou, want dat, toen het... was ik 5, dus dat toen nog niet. Oh, ik verraad mijn leeftijd, hè? Nou, ik kwam hier en ik ging uit als een malle, 5 dagen in de week. En ik kwam overal en nergens en toen... Maar dat is het is helemaal mijn perceptie hoor. Toen was het ook, Amsterdam was echt volgens mij internationaal gezien ook de gay stad. En de stad waar iedereen kon zijn wie die wilde zijn. En ik heb een beetje het gevoel, en ik merk dat heel veel aan het aantal verhalen van vanavond,
Het is even een gewone koffie geworden. Prima. Ja, jij had sowieso een gewone koffie, toch? Ja, maar dit is perfect. Dus ik heb er wel wat melk en suiker bij. Ja, ik geef deze even aan jou. Ja. Zal ik dit ook even geven? Ja. Dit is voor de lekker nog zo. Ja, dank je. Kijk. Ja, top. Zo. Maar dat ik soms hoor van mensen die gewoon worden uitgescholden op straten, die ik heb het gevoel dat het weer erger wordt dan bijvoorbeeld toen ik begin 20 was. Dus. Maar heb je ook de tijd, heb je ook zeg maar de tijd, kan je de tijd herinneren dat, omdat je zei van het komt weer terug, dat het toen ook was? Of zeg je, ik heb het toen misschien anders ervaren? Nou ja, dat zeg ik misschien niet goed. Ja, nee. Ik heb het ook wel anders ervaren, want alles was, ik was natuurlijk helemaal bleu, kwam bijna uit de provincie. En dus ik vond dat allemaal geweldig hier. Ja. Meer het gevoel dat alles toen kon en dat nu niet altijd meer voor iedereen. Nee. Ja. Ik vind dat ik laatst best wel veel horen dat bijvoorbeeld mensen 's nachts op straat worden uitgescholden of soms gewoon worden aangevallen omdat ze er anders uitzien. Of omdat ze van hetzelfde geslacht houden. En dan vind ik, ik heb het gevoel dat het weer wat erger aan het worden is. Maar misschien weet jij dat meer. Nou, dat heb jij dat niet? Ik denk dat het wel altijd geweest is, maar echt qua... Nee, je hoopt ook op een gegeven moment natuurlijk dat door erover te praten, dat die aangiftebereidheid ook gewoon groter wordt en dat we het ook meer weten. Hè? Ja. Want ik zeg ook, je hoort wel heel veel, je hoort wel heel veel verhalen, maar ook heel veel verhalen die eigenlijk niet bij de politie uiteindelijk terechtkomen. Ja, dat klopt ook. Dus daar wordt wel gewoon heel erg vanuit de organisatie natuurlijk ook op geïnvesteerd. Ja. Dus ik durf niet te zeggen of het verergerd is. Ik hoop het niet. Ik hoop wel dat we het meer bespreekbaar maken, dat we het meer zien en dat we daar ook meer tegen kunnen doen. Ja, ik denk wel dat zien. Ik denk wel dat het grote verschil is dat alles is direct zichtbaar als er wat gebeurt. Want alles wordt direct gedeeld op social media. Dus misschien is dat ook wel het verschil dat de informatie veel sneller bij je komt. Ja, absoluut. Ja, ja. Want dat was in de beginjaren 90 niet. Nee. Dus misschien komt het daardoor wel. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Het is ook lastig. Ja, het is lastig, hè? Ja, ik heb het gelukkig zelf moeten afkloppen dat nooit zo ondervonden. Ik heb me ook nooit bang gevoeld in de stad. Ik voel me altijd wel veilig in de stad. Ja. En dus dat vind ik ook heel fijn. En wat Sergio net vroeg, wat weent je Amsterdam? Nou, ik hoop dat Amsterdam zo blijft als het is. En dat het een stad blijft die heel open-minded is. Die een mooie creatieve stad blijft. Die mooie dingen kan blijven doen, nieuwe dingen. Met mooie 24-uurs vergunningen. Zoals je weet, heel belangrijk. En waarbij mensen zich lekker kunnen ontwikkelen en ontplooien en ontdekken. Ik denk dat het hier, ook in jouw werkgebied, dat hier heel veel gebeurt. Ja. Ik weet niet of jij, heb jij altijd hier in Noord of heb jij meerdere gebieden? Ik ben 17 jaar terug. Op mijn 18e ben ik bij de politie gekomen. En toen was de opleiding nog 5,5 jaar. En daarna ben ik toen vastgeplaatst als hoofdagent hier in Noord. Ja. En in die, in het begin, dan begin je gewoon natuurlijk aan het wijkteam. Ja. Ik ben motorrijder geworden hier zo. Ik was altijd met de jeugd in de weer. Ja. Buurtarchief vond ik altijd heel leuk. Ja. Dus dan had ik een wijkagent waar ik dacht, weet je, dan help ik jou wel erbij. Ja. Ja. We hadden een heel leuk burgerteam waar we toen in werken, waar we echt een boeven mee vingen. En zo kom je iedere keer, weet je, er is natuurlijk zoveel facetten zijn er om dat te doen. Ja. Preventie van woninginbraken heb ik een tijd lang gedaan op het inbraakteam. Ja, en nu sinds 2 jaar de evenementen. Ja, dat is weer een heel andere business. En ook vanuit de politie gezien, hè, want het is met zo min mogelijk inzet van onze kant. Jullie als organisatoren natuurlijk jullie ding laten doen. Ja.
Maar ja, toch ook wel de veiligheid met elkaar waarborgen. Ja. En ook wel op het moment dat jullie politie inzet nodig hebben. Ja. Dat we daar ook wel goede afspraken over gemaakt hebben. Ja. En vind je, is daar verandering in gebeurd? Ik denk in de 2 jaar. 2 jaar vind ik wel kort om het echt te kunnen zien of het veranderd is. Ik denk wel, kijk, ik heb de vrijheid wel gelukkig van een teamleiding die daarin achter me staat. En die ook zegt van, weet je, doe ook je ding. Ja. Pak aan waarvan jij vindt dat en we hebben het vertrouwen erin dat de goede weg is. Dat maakt wel dat je heel veel leuke dingen kan doen met elkaar. Ja. En dat maakt ook wel dat we dit jaar met Ronald zijn samengevoegd met horeca. Ja. Dat we gewoon een leuk team met jonge mensen hebben waarin we gewoon met elkaar gewoon de evenement kunnen draaien. Ja. Aanspreekpunt zijn voor de organisatoren. En ik denk dat als ik dan in de 2 jaar kijk, dat was ook wel hetgeen wat ik wilde bereiken. Ik denk dat we nu wel meer aanspreekbaar zijn. Althans, dat hoop ik. En door toch iedere keer je gezicht te laten zien, door toch iedere keer te weten, weet je, we zijn er wel. Op het moment dat het nodig is dan. Ja. En ik vind het ook wel een visitekaartje vanuit ons. Ja. Het is niet, ik stapte met Koningsdag nog in een van de randdorpen, stapten we binnen en dan was, is wat aan de hand? Want jullie komen alleen maar als er wat aan de hand is. Ja, weet je, dat raakt me echt heel erg. Ja. Want dan denk ik, ik ben even met de coördinator. Ja. Kom even kijken hoe jullie feestje is. Ja, dat is gek, hè? Ja. En dat, maar ook. Ook kinderen, gewoon echt dat je binnenkomt, dat je zegt, hoi, goedemiddag, hallo, we doen het nog een keer, iets enthousiaster, goedemiddag. Ja. En ik denk wat dat betreft dat we nog wel, maar ook ik, dat ik denk, oh jee, heb ik dat dan misschien, dan moet ik dan wel meer mijn gezicht laten zien, want dat vind ik best wel heftig, als ook kinderen zo op je reageren, politie, Ja, maar ik denk ook dat het wel te maken heeft met een bepaald respect. Ik bedoel, het is heel gek hoe dat werkt. Ook in mijn mindset. Ja. Toen ik vanavond richting de toren reed, toen reed ik dus iets te hard. En ik was helemaal niet aan het opletten, muziek aan luisteren. Ik keek in mijn achteruitspiegel. Politie. En dan heb ik toch, ik weet nog, toen ik nog niet zo lang auto reed, dat ik altijd mijn hart ging. Die ging altijd, politie, gewoon rustig blijven rijden. Nu maakt me niks meer uit. En toch, als ik dan in de spiegel kijk. Dus dat bedoel ik, als je iemand in uniform ziet komen, is het toch inderdaad de eerste gedachte, zou er iets zijn? Ja. Maar zag je geheimtje verklappen? Ik was ook strak op de eind net. En ik reed op een gegeven moment ook een auto achter me aan. Oh nee. Dat ik dacht, het zal toch niet aan mijn collega's? Ja. Nee, maar weet je, ook ik heb dat. Ja. Als er inderdaad, van de week nog, gisteren was dat zeker, een helikopter bij mij boven mijn huis. Zijn er collega's die een grapje met me maken of zo? Is dit onderdeel van de show die hier gaat gebeuren? Ik denk, ga maar even met mijn hond lopen. Ja. Nou, dan loop je een rondje en hij bleef rondom hangen. Nou, en dan word ik ook helemaal onrustig. Ja. En dan denk ik, het is dat ik niet mijn portfoon ga aanzetten. Of het is dat ik niet de meldkamer hier ga bellen. Maar, wat is er aan de hand? Dan pak je je telefoon, maar ik denk, burgernet, hè? Lang leven burgernet. Ja. Niks. Ik denk, dan word ik helemaal onrustig. Ja, ik heb de hond naar binnen gegooid. Ik denk, ik ga nog even een rondje. Dus ik heb de brommer gepakt. En dat ik op een gegeven moment, die heli zal wat denken. Wat moet die brommer met die vrouwtjes zwarte jas de hele tijd door die lijken? Oh. Dus ik denk, ik word vanzelf op de kant gezet. Maar politie reed langs. Ik denk, dat is iets niet dat helemaal gek. Goed. Ja. En toen kwam ik terug en toen stonden ze echt naast mijn huis. Huh? Dus ik denk, oh jee. Ik zeg, jongens, ik ben een collega. Ja. Is er wat? Zoeken we wat? Nee, zei hij, het is een oefening voor de heli. Oh, ik zeg, man. Jezus. Helemaal in stress. Ja. Ja. Dus ja, ook ik heb dat. Ja. En wat als jij, ben jij, dat vraag ik me altijd af, vind jij jezelf heel anders als privépersoon of als politie? Zit daar groot verschil? Nee, niet anders dan dat je je realiseert dat je wel een publieke functie hebt. Ja, daar ben je maar ik ben wel 24 uur lang niet in functie, maar wel een politieagent. Je kan niet dat knopje uitzetten. Is ooit ergens aangegaan. Ja. En dat knopje is heel lastig om uit te zetten. En ik merk ook wel naarmate je of langer of ouder wordt, dat het ook lastiger is om dat
Vroeger kon ik nog wel, als ik dan op een feestje was, dat ik dacht, ja, nu... Even. Ja, dat vind ik steeds lastiger worden. Dus ik kan daar, en dat is wel iets wat je denk wel in de gaten moet houden. Dat je, ja, kan soms wel... Vorig jaar stond ik echt in de arena op een feest dat ik het echt lastig vond. Dat ik echt dacht van, jeetje, Je kijkt met een heel andere mindset, kijk je dan, en dan merk je dat je niet staat te genieten. En dan merk je dat je met vrienden staat die wel staan te genieten. En dan denk ik, ja, kan toch niet zo zijn dat ik zometeen dat soort feestjes niet meer leuk vind. Nee. Dus dat vind ik wel heel lastig. Ja, daar kan ik me wel iets voor voorstellen. Dat knopje, dat gaat gewoon niet uit. Nee. En dat knopje hulpverlenen, dat gaat natuurlijk. Hè, dat hebben we natuurlijk meer, daar hoef je niet specifiek voor bij de politie te zitten. En toch is dat wel een extra dimensie. Dat als dan ineens, als ineens je alarm op je telefoon gaat van er is een reanimatie in de buurt. Ja. Hè, dan heb je natuurlijk van die burgerinitiatieven. Ja. Dat je dan toch heen rent en dan ren je als privépersoon heen. Maar vervolgens schakel je wel meteen en denk je, ja, ik sta hier voor een gesloten deur. Hoe gaan we zorgen dat we zo snel mogelijk binnenkomen? Ja. Dus dat helpt dan. En dat zie ik dan ook maar weer als een voordeel. Dat je de rust bewaren en het overzicht houden. Dat is wel iets natuurlijk wat bij ons echt wel erin gedrild wordt. En toch ga je daar ook wel weer eens als je heel fanatiek bent. Ja, precies. Het blijft ook wel gewoon mens. En het blijft ook wel... Ik zeg wel eens van... ik wilde vroeger echt, als klein kindje stond ik echt zo, als dan blauw ergens ging, dan dacht ik, wat doen ze? Ja? Ik wil het zien. Ja, en dat was toch wel zo'n droom, zoiets van, weet je, daar kom je niet zo snel bij. Nee. En ik weet ook echt wel dat ik echt 17 was en ging solliciteren en dat echt mijn moeder nog heeft gebeld. Van, mijn dochter wil graag bij de politie. Hoe werkt dat? Oh, ja? Toen had je natuurlijk dat internet. Nee. Dat was natuurlijk nog helemaal niet. En toen zei die mevrouw, nou ja, ze is inmiddels 17. Dan zou ik dit zelf even niet hebben. Ja. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar dat was voor toen. En ik weet ook echt dat ik aangenomen was. Dan krijg je iemand die thuis op bezoek komt. Dat je denkt van... Wauw, weet je? Ja. Het is echt wel zo'n onwerkelijk iets. Ja. En dan ineens hoor je erbij. Ja. En sta je nooit meer achter het lijntje aan de goede kant. Precies. Achter het lijntje. Ja. Ja, dat is toch nog wel een luxe. En ik zeg al, ik begin ook altijd maar te glimlachen. Want dat is wel hetgeen waarvoor, denk ik, heel veel collega's ooit bij de politie zijn begonnen. Ja. Het is toch wel spannend. Ja, het is denk ik wel volgens mij echt een vak wat je echt... niet binnen 5 jaar naar een hele andere branche gaat. Of naar, in één keer het is heel lastig. Traal. Het is heel specifiek. We zijn heel loyaal. Ja. Absoluut. Ja. Maar het is ook lastig. Want je bent politieagent. Ja, wat kun je dan verder? En wat denk dat iedereen wel op zo'n moment komt dat je denkt van, nou ja, ik heb het nu zo lang gedaan. Hè? Ook op les dat je denkt, ja, blijf je inderdaad de rest van je carrière, blijf je buiten op straat? Ja, heb je daar nog wel zin in? Ja. Het is fysiek en ik had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen, maar in die zin zwaar dat je wel altijd met al je middelen loopt. Ja. Het is, een beetje gezondheid, je onregelmatigheid. Ja. En ik weet wel dat ik echt op mijn 18e binnen de politie kwam en dat ik dacht van, Maar ja, je merkt het echt best wel. Ja. De nachtdiensten, de wisselingen, dan... Ja, dat is wel pittig. Voor mij is het wel een bewuste keuze geweest om part-time te gaan werken, toch ook je gezondheid en je... Maar ik benijd collega's niet die echt fulltime aan de bak moeten en fulltime in de onrechtmatigheid zitten. Ja, dat is heftig. Dat is wel heel heftig, ja. Klinkt dan een beetje oudbollig, maar... Ja, nee, helemaal niet, maar dat is het wel. Ja. Hey, en heb jij, want kom jij zelf uit Amsterdam? Nee, uit Zaanstad vandaan. Oh ja, maar wel wat dichter in de buurt dan ik vandaan kwam. Ja, maar ik moet zeggen dat ik op mijn 18e, ik weet echt nog heel goed, dat ik vanuit de opleiding, en dat was dan eerst... een jaar lang theorie en dan ging je stage lopen en mijn coach had toen gezegd van die had ervoor gezorgd dat ik op de Nieuwe Zijds Voorburg wel terecht kwam en ik weet nog wel dat ik echt met de trein op aankwam en echt op het stationsplein stond en dat ik echt dacht van oké, daar gaan we, want de grote ik denk dat ik serieus misschien 3 keer met een vriendin in de stad was geweest om te winkelen of zo. En daar kwam ik ook echt, als je het over uit de polder hebt, dan was Zaanstad al de polder. Ja. Dus ik weet wel dat ik dat echt wel heel spannend vond. Ja. En dat ik ook me echt wel heb afgevraagd dat eerste half jaar van,
Wat doe ik hier eigenlijk in deze grote stad? Ja. En ja, gelukkig had ik toen twee coaches die dat heel scherp zagen. Dus die toen ook echt zeiden van, joh, ik neem je even mee. Ja. En toen zijn we echt, ik weet nog wel dat ik bij het leger dus huils naar binnen kwam. En dat je echt in gesprek raakt met die mensen. En dat je denkt, ja, die hebben ook hun verhaal. Ja. Iedereen heeft zijn verhaal. En niemand komt voor zijn lol in een bak ellende terecht, zeg ik altijd. Maar daar kies je niet bewust voor. Ja, en ik denk dat daar toen het knopje is omgegaan. Ja. Van, ja, het is gewoon, het is echt wel de grote stad, maar het is gewoon zo divers. Ja, want hoe, dat lijkt me heel moeilijk. Hoe met de ellende van mensen. Mensen die gewoon, dat kun je bedenken. De zwervers in de stad, of de daklozen. Je kan het zo erg niet bedenken of je komt het tegen. Maar het maakt dat je in ieder contact zit ook wel iets moois. Ja. En ik vind het vooral heel dankbaar als je iets, al is het maar iets, een lichtpuntje kunt geven. Maar dat lijkt me moeilijk. Maar als je dat maar niet kunt geven, niet kunt helpen, dan word je daarin getraind. Want je hebt, het is een vak natuurlijk altijd met mensen. Ja. Kijk, sociale vaardigheden is iets wat je vanuit je opleiding meekrijgt. Ik denk wel dat er iets in moet zetten. Maar ik zei net tegen Joost ook van, ik maak altijd het onderscheid tussen, ja, we hebben boevenvangers. En ik schaar mezelf nooit onder de echte boevenvanger. Nee. Weet je, ik vind het leuk om een boef te vangen, maar ik haal niet mijn lol eruit om daar maandenlang mee bezig te zijn om die ene boef, zeg maar, te vangen. Nee. Daar zijn andere collega's super goed in. Ja. En ik vind, je moet ook iedereen lekker in zijn krachten laten. Maar ik vind wel, ja, ik denk dat iedere collega op straat ook, weet je, je kunt altijd wel iets betekenen voor iemand. Ja. En soms is het net, hè, we zeggen wel, het is heel druk en je gaat met je melding als iemand 1-2 wat je komt te plaatsen. En heel vaak worden we ook weer weggeroepen omdat er ergens anders ook weer wat aan de hand is. Ja. Maar ik probeer wel altijd in ieder gesprek van, joh, weet je, wat kan ik nou voor jou doen? Ja. En ook niet alleen voor degene, maar hè, er zit vaak ook een hele familie achter. Ja. En ja, het is soms iets heel kleins, maar je betekent al snel iets voor iemand. Ja. En dat gaat vaak al gewoon in het contact. Weet je, het contact wat je ook met je partners hebt. Wat het contact precies. Wat wij hebben. Dat ik denk van, ja, weet je. Ja. Wat, soms is het zoiets kleins maar wel heel mooi dat het er is. Ja. En wel iets om gewoon te koesteren en om vast te houden. Ja, zeker. Dus ja, zie je veel ellende? Ja, maar ja, ik denk dat je ook wel leert, of in ieder geval dat muurtje opbouwt van, ja, het is wel jouw ellende. Ja. En dat vind ik heel erg voor jou. Ja. Maar zodra het dichterbij komt, hè, dat merk je wel heel erg. Hè. Zodra het een familie of dat het collega's met jonge kinderen die dan ineens in een situatie komen, dan denk ik, ja, dat is heel, anders. Ja. Maar jij? Ik? Ja. Wat wil je weten? Wat voor... Heb je plannen voor de toekomst met hier? Wat? Nou ja, hier, dit is natuurlijk, ik ken de Noord helemaal niet. Nee. Moet ik je eerlijk bekennen, tot 4,5 jaar geleden denk ik nu. 4,5 jaar geleden. En dus ik ben eigenlijk vanaf dag 1 bij dit fantastische project betrokken. En daardoor heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ook heel veel gewoon echt uit het gebied ook. En ik vind het echt bijna een beetje in die mini dorpje. Ik weet niet, het heeft iets totaal. Ik woon bij het Hoofddorpplein. Dat is ook een beetje een hele heerlijke buurt. Ja. Maar het is zo, het is ook weer zo anders. En wat leuk is hier aan de rol, gewoon de diversiteit en de creativiteit en veel met muziek. We zijn gewoon echt wel een muziektoren. We doen heel veel verschillende dingen. En dat blijft mij ook inspireren. We hebben echt, hoe zie ik ook de toekomst? Weet je, mijn werk ook, ik werk ook gewoon nog steeds fulltime. En ik ga echt iedere dag met een glimlach naar mijn werk. En ik heb er zoveel plezier in. En dat komt ook, iedere dag is ook anders. Mijn rol is ook heel divers. En die pak ik dan ook. Ja. En het is gewoon te gek dat je zoveel mensen van alle
Maar jullie organiseren ook heel veel lagen voor de buurt. Dat vind ik ook, weet je, dat vinden we heel belangrijk. Ja, dat is echt gewoon ook wel super mooi. Ja, maar dat vinden we ook belangrijk, want we zitten hier ook. Ja. En het is gewoon een mooie buurt. En volgens mij wonen in Noord 90.000 mensen. Is het grootste stadsdeel van Amsterdam? Ik denk wel qua oppervlakte. Ja, toch? Ja, ja. Nee, en daar zijn we ook echt, daar denken we ook veel over na. En gelukkig kunnen we ook heel veel ideeën ontwikkelen. Ja, sorry, ik moet even naar de lucht kijken. Even serieus. Het wordt al. Ja, dat was wel mijn voorkeur voor half vijf. Even Hoe mooi. Dat is ons Noord. Ja, dat is het. Nee, ik vind het heel, heel erg leuk dat we dat ook doen. En dat wij als medewerkers daar ook de ruimte voor krijgen. Om die dingen te kunnen organiseren. Dus maar ik denk ook wel mooi dat door de komst van jullie en van heel veel... Weet je, dat Noord is wel gewoon op de kaart gezet. Weet je, we zijn wel ineens gewoon... Ja, maar het is het hele terrein. Ja, weet je, dit rijtje met Filmmuseum AI, Tolhuistuin, het NDSM... Nou, aan de andere kant, de Goud voor Zandhanger. Nou, ik vind het echt geweldig hier. Ik denk elke keer, ik moet gewoon een keer met het fietsje gewoon, weet je, lekker helemaal door Noord. Want ik ken zoveel nog niet. Nou, dan gaan we dat een keer doen, toch? Dat vind ik leuk. Ja, maar al die woonwijken. Ja, ik ken er heel veel nog. Nou, ik ken het nog lang niet. Nee. Dus dat vind ik echt... ik vind het echt... Ik word altijd heel blij. En dan ontdek ik weer een nieuwe straat. Ik denk, zit hier in één keer weer in... Leuk restaurantje, koffietentje. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Ben je niet bang dat het doorslaat? Ja. Ja, dat is... Ja. Dat is altijd... maar ik misschien een totaal ongegronden angst. Want het is het bang voor het onbekende. Ja. Nou, ik vraag me wel eens af wie daarvoor waakt. Zeg maar. Het is super mooi wat er allemaal ontstaat. Ja. Maar gaat daardoor ook niet de authenticiteit van de wijken zoals ze vroeger waren, met alle historie die er natuurlijk ook wel gewoon is. Ik denk dat je dat ook al wel een beetje hoort soms uit de wijken, maar dat weet jij misschien meer dan ik. Ik hoop zo dat het blijft, dat het zo'n mix blijft van de diverse lagen en jong en oud. En alle, ik hoop echt dat zo blijft. Ja. En natuurlijk komt er ook meer woongelegenheid. Ja, met hier ook hierachter. Dat is denk ik alleen maar goed, want dat is er nodig. Ja. Ik denk dat het echt geweldig is hier te wonen. Maar ik hoop inderdaad niet dat het doorslaat naar dat het een soort Zuidas. Het is gewoon de mooie Noordas. Ja. Moet Noord blijven. Ja. Ja. En, maar pak je altijd de pont als je deze kant op komt? Ja, ik ben echt heel lui. Met de auto. Ja. De andere kant. Ja. Omdat ik vanavond op de Dam stond, was ik op de Burgwallen, omdat het team wat daar zat. En zei een collega van, ik zeg, het is wel grappig hè, want ik zeg, we zijn Centrum Noord, we zijn één district natuurlijk. En dat, Centrum is heel anders dan Noord, dus dat is ook best wel lastig. Ja. En wij zeggen altijd van, weet je, in Noord was het altijd een klein team. Dus het is super mooi dat we ondersteuning krijgen maar vaak is het nog wel zo dat de ondersteuning vanuit Centrum naar Noord komt. Ja. Omdat het gewoon, het hier kleiner is. Ja. Maar dan kijk je vanuit daar, kijk je gewoon hier zo recht op de toren gewoon. Het is eigenlijk, ik was echt ook zo'n thuisgevoel. Het is heel erg. Dus ik was echt op de bommen en dan kom je die pont op en dan zie je zo die toren mooi verlicht. En dan denk je, en dan zie je ook echt iedereen kijken op die toren. Het is wel een uniek binnenkomen geworden. Ja, nee, het is echt, ik ben natuurlijk apetrots, maar ik ben ook niet meer objectief. Ik vind het mooiste als je in de Willemstraat staat. Ja. En dan staat gewoon naar een soort ansichtkaart te kijken. Ja. Zo, zie je zo de toren tussendoor. Ja, geweldig. Ja, dat is toch bijzonder. Ja, dat is echt bijzonder. Ik moet met de telefoon gewoon gaan. En ik weet wie het is. Ah joh, nee. Kijk gewoon even. Ik moet gewoon even kijken, sorry. Oh, wat erg. Ik moet even. Vind je wel eens vrij? Het is oké. Ja, zeker. Ja, jij denkt dat ik hier dag en dag win, hè? Ik denk dat je wel heel vaak aan het werk bent. Nee. Wat zijn je hobby's in je vrije tijd? Eten en koken. Ja? Ja. Oh. Ja, ik hou echt van... Welke keuken? Lekker alles. Oh. Nee, ik ben echt een bourgondier. En
Sporten vind ik wat minder leuk, maar dat doe ik wel. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Ik moet het vaker doen, maar ik kom al nu voor één keer per week. Kijk. Maar ik moet eigenlijk iets vaker. En uiteindelijk vind ik het altijd, als ik het heb gedaan, toch heel leuk. Nee, echt verder heel saai, maar ik ben echt gek op lezen. Lekker. En ik doe heel veel. Ik ga nog wel... het festivalseizoen breekt aan. En dat vind ik... dat blijf ik gewoon leuk vinden. Ik denk dat ik met mijn rollator nog maar een festival ga. Maar ik zie je ook gewoon lopen. Dat zo'n techno-oma gaat worden. Ja, nee, dus... En dat hoop ik ook. Dat wens ik ook voor Amsterdam. Dat de festivals of de, weet je wel, de andere initiatieven ook in de wijken... Ondanks altijd best wel geklaag van buurten, geluidsoverlast en wat misschien ook soms ook wel terecht is. Maar ik hoop dat die dingen, dat blijft. Dat het niet aan banden wordt getrokken. Ja. Maar dat iedereen ook respecteert van binnen welke lijnen je dat kunt doen. Ja, dat is wel, dat is natuurlijk ook wel, ja. Ja, want buurt... Techno. Ik vind het heel leuk. Techno. Ik zie het al voor me. Ik denk in plaatjes. Ik zie je echt met je wilde haar dos gewoon al. Ja. Oh, wat erg. Ja. Maar ik denk, hou jij van dat soort feesten en festivals? Ja. Dus jij bent ook wel op je plek in Noord. Ja. Ja. Leuk. Het is lastiger om, of lastiger, weet je. Ik ga ook nog wel eens naar feestjes hier in Noord. Ja, maar dat zeg, is lastiger. Kan dat dan in perifere? Ja. Ja, het kan wat wel. Wat jij maar dan? Dat is, ja, wel. Ja. Ja. Dus het kan wel. Ja, ik ben blij dat een Valtifest bijvoorbeeld nu even uit onze wijk is. Want ik denk, oh ja, daar ben ik echt nog nooit geweest. Ja. En daar wil dan ik al jaren heen. Ja. Dus toen zei ik, nee, dat soort feestjes, dat vind ik ook leuk. Ja. Techno-oma. Ja. Techno-oma. Ik weet niet of ik zo... Ik weet of ik zo extreem word, maar... weet je, het is iedere dag al feest. Ja. Ja. En dan merk je ook wel eens dat het ook wel eens lekker is om gewoon... Ja, ik merk wel in de loop der jaren zijn de kleinere festivaletjes, die zijn meer in trek voor mij. Dat je ook gewoon nog even leuk met elkaar kan kletsen, met vrienden. Ja. In plaats van dat je alleen maar heel veel muziek om je heen zeker. Hebt. Dan denk je, joh, je tijd is eigenlijk al zo spaarzaam. Ja. En je ziet je vrienden kennen. Weet je vrienden ziet al zo weinig. Ja, nee, dat klopt. Dus dat... Nee, dat vind ik ook hoor. Maar gelukkig hebben we die initiatieven ook in Noord. We hebben hartstikke veel, ja. Zeker. Oh, die lucht is zo mooi. Jij zit ook gewoon aan de goede kant. Ja, ik heb een heel mooi uitzicht. Nou ja, ik hoor wel een wine and dine route op de fiets door Noord. Oh. Samen, ja. Nou, jij met je eten en je... Ik ga ervoor. Hé, maar hoe was het vanavond op de Dam? Ja. Was het mooi? Ja, het was, ik heb er niet heel veel van gezien, want ik stond redelijk... ben een beetje heen en weer wezen lopen. Jij was wel in functie. Ja. Ja. Ja, het was vooral wel druk. Veel mensen ook. Maar dat verwachten we ook wel. Maar het was ook wel gewoon gemoedelijk. En geen vervelende geen rare dingen. Geen schreeuw tussendoor. Ja, geen... er was wel... maar dat was voor het 8 uur moment. Maar die meneer die werd dan al snel. Gelukkig reageerde ook iedereen daar. Ik hoorde ook wel mensen die zeiden... Ja, je verwacht toch wel dat er iets gebeurt. Ja, maar ja, nee, toch? Nou ja, zo... Ik denk ook wel dat heel veel mensen die daarheen gingen er misschien ook wel zo in stonden van, nou ja, wat je zegt, je houdt misschien toch wel rekening met iets. Maar als het dan zo gaat als dat het nu is gegaan, ik denk dat we met z'n allen daar heel, heel trots op mogen zijn en dat we daar ons uiterste best voor gedaan hebben. Ja. Dus het was prima. Geen onvertogen woord. Ik vind het heel bijzonder hoor, op de Dam. Ja. Het blijft iets heel bijzonders. Ja, het is massaal, het is groot, het is... Ja, wij stonden met... dat was ook heel bijzonder, want als je hier staat, dan heb je natuurlijk, zie je aan die kant heel mooi die zonsondergang. Ja. Dus het werd al een beetje, de zon scheen en we waren, iedereen was best wel in een feestje, muziekje hard. En, dus wij hebben om 5 voor 8 de radio aangezet. Luister. Ja. Maar iedereen overal hoorde ik, op alle verdiepingen. Er zijn natuurlijk ook heel veel toeristen die echt geen idee hebben. Nee.
Dus we hadden geloof ik twee verdwaalde toeristen die hier op het dak begonnen te gillen. Waardoor iedereen meteen, die moest even uitgelegd worden. Maar het was gewoon zo'n, ja, weet je, dan kijk je zo over, maar je kijkt over die stad. Ja. En dan 2 minuten stilte en je ziet die stad stil worden. Nou, ik vond het zo bijzonder. Ja. Dat heb was je hem voor eerder wel hier? Dat je nee, voor het eerst. Ja. Nou, ik vond echt, wij zaten ook allemaal van, het was echt zo'n magisch moment. Ja. Ik begin een beetje te rillen. Ja, het wordt ook, ja. Jij moet oh, meisje. Nee. Nee, maar dat, ja, het was, ja. Nee, ik vertelde net aan Joost, ik zeg, het was voor mij echt de eerste 2 minuten sinds heel lange tijd dat ik niet alleen maar stil kon zijn. Omdat ik ook even 2 jongetjes tot de orde... Oh, ja. Maar dat is ook wel raar. Dat is ook raar, ja. Dat je voorheen, je staat daar en iedereen ziet en heel veel toeristen die snappen dan wel. Die komen aanlopen en die denken, oh, ja. Geen idee wat er aan de hand is, maar ik hou ook mijn mond maar. Ja. Ja, en toen kwamen de 2 jonglui aangerend. Ja, het was niet het meest tactische moment. Jeetje. Nee. Ja. Nou ja. Nou ja, goed, uiteindelijk heb je een mooi gesprek. Ja. En hoop je dat ze volgend jaar, ik zeg, zet hem vast in je agenda voor volgend jaar. Bij doodherdenking. Ik zei ook echt, ja, wat is dat dan vanavond? Ja. Ik dacht, jeetje. Heftig, hè? Dat je, nou ja, dat je, ik vind het vooral best dat. Want ik reed echt naar huis en toen dacht ik van, nou, dat je ineens iets moet zeggen, want ik stond wel. Zo, hoezo? Hoezo? Ja. Dat later ook zeggen. Ik zeg, joh. Hoezo snel? Ja. Ja, maar ik zeg, heb je dat niet op school gehad? Nee. Nou ja. Ik zeg, nou. Het is wel heel verwonderlijk. Dus ik denk dat we daar wel met z'n allen inderdaad onze aandacht aan... ik heb zelf geen kinderen, heftig, maar hoor. Dat je inderdaad denkt van jeetje. Dat is wel de generatie die naar ons komt. Ja. Vind jij dat, dat we dat altijd in ere moeten blijven houden? Ja, vind ik wel. Ik ook hoor. Ja. En ik heb het wel vanuit, ik heb het vanuit school vroeger, maar als je dan inderdaad nu je ouder wordt, ga je er meer in verdiepen. En kom je, ik was op vakantie in Thailand, daar heeft natuurlijk ook een heel groot deel van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan denk ik, hoe naïef ben je eigenlijk dat je denkt dat het alleen hier in Europa was. Ja, dat is natuurlijk wel heel naïef. Ja. En als je dan inderdaad daar, want daar zijn ze ook best wel heel erg daarmee bezig. Ja. En als je dat dan inderdaad ziet, dan denk je, ja jeetje joh, het was, het is niet te bevatten. Nee. Niet te bevatten. En als je ook inderdaad heel veel toeristen die inderdaad vragen van, wat doen jullie eigenlijk vandaag hier? Ja. En dan en ook die zeggen van, jeetje, dat kennen wij helemaal niet. Of, bijzonder. Ja. Ja, dat is echt bijzonder. Het is echt bijzonder, maar dat realiseer je dan pas als je inderdaad daarna gevraagd wordt. Ja. Want, ik ben niet anders gewend dan dat van 4 mei. Precies. Dus vroeger ging je gewoon naar lokaal in je dorp, ging je naar de plek om te gedenken. Dat, ja. Ja. Nee, klopt. En dan op bevrijdingsdag, het is, wij moesten het ook wel uitleggen aan een aantal gasten, dat je alles gewoon even stil legt. Ja. Die dan, ik vind, ongelooflijk, maar ik merk ook wel dat, dat mensen die dat dan niet weten, waarom geen idee, maar dat is dan wel een soort bewondering, of bewondering van, dat jullie dat doen. Ja. Ja. Maar ja, als je zelf inderdaad naar een, als je zelf naar het buitenland gaat, waar ze daar hun tradities hebben, of dan sta je zelf ook wel eens dat je denkt van, in de tijd dat de koning in Thailand overleed, en dan was ook alles. Ja, dat was bizar. Dat je denkt van, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dan sta ik ook wel. Ja, dat klopt. Wow. Zo heeft ieder continent zijn. Zijn tradities en zijn dingen. Ja. Ja, en dat klopt. Is ook gewoon, dat maakt het ook speciaal. Ja. En ben jij straks al aan het werk of kun je wel eens gaan slapen? Ja, ik ga nu nog even naar huis toe. En nog heel even een paar uurtjes slapen. En dan, we hebben een aantal feestjes in de wijk. En heel veel vrijheidsmaaltijden natuurlijk ook in Noord dit jaar. Ja. Echt heel veel. We hebben veel kleine initiatieven ook. Ja, volgens mij hebben we echt een stuk of 8 vrijheidsmaaltijden overal verspreid. Ja, ik wist ook eigenlijk niet wat ik, lang leven de Facebookpagina zeg ik dan altijd maar. Dus, Leuk. Ik ga wel even met mijn collega een rondje langs alles. En, ja.
Nou, ik hoop echt weer dat we volgend jaar ook weer, weet je nog, een paar jaar geleden die lange tafel. Ja. Zat je toen al nooit? Nee. Ja, ik zat, ik zat wel, maar ik heb het wel gehoord. Ik was toen niet aan het werk. Ja, 1000 Amsterdammers hier aan de kaart. Het was heel koud wel. Ja. Maar het ging nog net allemaal, het waaide heel hard vooral. Ja, het was te gek. Het was echt te gek. Ja, ik ben ook echt heel nieuwsgierig hoe dat in alle... Ja, echt heel veel wijk. Ik denk dat iedere wijk bijna wel iets heeft. Dus het is wel... Heel leuk. Ja. En ook wel echt met muziek. En dan daarna lekker eten met elkaar. Ja. En je ziet ook wel heel divers. Hè. Voor de ene is het allemaal georganiseerd. En voor de andere is het echt de oproep van... Ja. Hey, neem allemaal eten mee. Ja. 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 Dat vind ik ook altijd, buiten dat het gewoon super leuk is, is het ook altijd wel een mooi moment om inderdaad gewoon even dat contact te leggen en te laten zien. Maar hoe ziet jouw, want je bent evenementencoördinator, dus hoe ziet jouw dag eruit als er geen grote evenementen zijn? Of wij zijn natuurlijk adviespartner voor de gemeente, dus we doen in principe qua advisering heel veel ook natuurlijk op papier. Ja. We krijgen eigenlijk alle stukken van alle evenementen en alle veiligheidsplannen, alle mobiliteitsplannen, alle aanvragen. Ja. En die scannen wij op risico's van waarvan wij denken van joh, weet je, daar zit een risico in. Ja. Misschien kunnen we er nog wat mee met een organisator. Dus daar gaat wel heel veel tijd in zitten. Ja. En verder, we hebben echt wel heel veel evenementen. Ja. En ook wel heel veel kleine initiatieven. Dus er is eigenlijk altijd wel wat. Ja. De overleggen, de vooroverleggen die er zijn. Ja. Onze tijd zit er alweer op. Ja. Wat een mooie gesprekken. Hoi. Hoi. Ja. Nou. Ik ga Dat zeggen. Ik ga zo nog een dekentje. Daar ligt het nog één. Heel erg leuk en dankjewel. Oh, super. Ja, leuk om een keer aan de andere kant. Maar die fiets denk, die gaan we er zeker Ik heel leuk.